Minister Regilio Dotson van Natuurlijke Hulpbronnen heeft deelgenomen aan de UN Water Convention. Deze 8e waterconventie is gehouden van 10 tot 12 oktober te Kazachstan. De bewindsman is verantwoordelijk voor het water en het waterbeleid in Suriname. Tijdens de plenaire sessie heeft de minister Dotson een presentatie gehouden waarin hij onder meer sprak over het aangaan van grensoverschrijdende samenwerkingen met de Guyana's en Brazilië ter bescherming van de gezamenlijke waterbeheergebieden. Daarnaast zal Suriname zich inzetten voor het promoten van internationale samenwerking en conflictresolutie door coöperatie tussen gebieden met een overvloed aan water en gebieden met schaarse watervoorraden.